Eloise van Oranje is de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentine, maar dat betekent niet dat ze geen ruzie maakt met haar broers en zussen. In het tijdschrift Linda meiden vertelt ze over een incident waarbij haar broertje Klaus Casimir een lepel naar haar hoofd gooide en haar een litteken bezorgde. De graf-influencer deelt ook haar verhaal over haar familie in het blad. Ze zegt dat ze veel gemeen heeft met haar moeder, vooral als het gaat om haar doorzettingsvermogen en haar passie. Ze geeft toe dat zij en haar broertje en zusje heel verschillende karakters hebben. We konden vroeger zo heftig ruzie maken dat het leek alsof ons leven ervan afhing. Eloise laat ook zien dat ze een eigen mening heeft over de wereldpolitiek. Ze steunt Palestina in het conflict met Israël en gebruikt daarvoor een TikTok filter met een watermeloen. Ze hoopt dat het filter geld oplevert voor Palestina. Sommige van haar volgers vragen zich af of ze dat wel mag doen, maar anderen prijzen haar voor haar pure en liefdevolle houding. Je laat weer zien hoe geweldig je bent, Eloise. We houden van je.